zijn hier nu op de Hendrikshoeve. Dit is Bas. Ja. En die gaat mij veel rondleiding geven. Ja. Ja, ik hoor dat hij heel goed kan vloggen, dus ik hoop dat hij het een beetje van me gaat overnemen vandaag. Nee. Nou, waar zijn we? We zijn op de Hendrikshoeve. Nou, dit is dan buiten. Hier doe ik dan heel vaak op woensdag doe ik dan maaien. Maar, je hebt Bas. Ja. Jij woont hier? Ik woon hier, ja. Allang? Nou, hoe lang? Ja. Mijn naam is Marinka. Leuke bewoners, leuke ouders waar we mee te maken hebben. Dus, ik geef me wel zo wat. Nog steeds. Ja, dit is mijn bestaan. Oh, dit is van jou? Hier doe ik dan, ja, nu staat er op de kant niks in. En zo moet ik alles zaaien. Wortels heb je gehad, peper, aardbeien. Ja, het groeit hier niet echt heel veel. Courgettes. Courgettes, ja. Dit zijn de appels toch, Marink? Ja. Dit zijn appels. Dit zijn de appels, die eten wij ook. Ja, andere keer heb mijn moeder appels gemaakt. Dan liet je die bomen allemaal zien. Ja. En haal jij het fruit ervan af? Nee, ik niet. Dat doet er, ja, woensdag doe ik dan wel. Toen met de groen ga ik dan, doe ik dan eerst gras maaien en dan ga ik de appels eruit halen. Leuk. Andere keer, dat gras groeide echt hoog. Heb je dat gemaakt andere keer? Lekker. Hey, is er nog iets wat we echt moeten laten zien? Ja, die grasmaaien. Die grasmaaien. Oké, okay, ja. Dan gaan we dat doen. Van Willemproef met twee handen sturen. Maar soms doe ik dat niet, want dan ben ik gewoon helemaal in mijn wereldje en dan ben ik gewoon even lekker gewoon met één hand aan sturen. Ik moet weer handen sturen aan en denk van, nou waarom met twee handen? Ik kan het ook wel met één. Hey, dit is mijn camera. Ik sorteer soms ja, game video's opnemen, soms wat de computer. En nu achter mijn PlayStation. Wat ik doe. Kijk, wij eten vandaag en dan kan je hier op het bord vinden. Kabeljauw met tomaat, mozzarella en puree. En wat kan je zien op dit bord van Bar? Nee, we zijn weer slaapdienst. Vast waar de vlog erop zit. Nou ja. Waar? Kijken we niet naar de hond, kijken we naar jou, moet ik uitleg geven over die bord. Nou! Ik heb weer een supermooie locatie gezien van Gemiva SVG Groep. Ik blijf me verbazen over hoe mooi het allemaal kan zijn. En ik zie jullie dan over 2 weken weer. Doeg!